Hallo, mijn naam is Mabel van den Dungen en ik heb een eigen Intermittent Fasting Instituut. En dat is vasten met tussenpozen. En wat doe ik daarmee? Ik begeleid mensen over het grotendeel die wetenschappelijk en snel willen afvallen. Maar ik heb ook speciale gevallen, zoals Saskia Nador. Zij is hulpverlener, zelfprofessional die mensen begeleidt. Maar zij heeft, had gezondheidsklachten veel, omdat ze een hantavirus had. Saskia, wil je daar zelf iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Ja, ik heb het hantavirus gekregen een paar jaar terug. En daar, alles viel eigenlijk uit. Mijn immuunsysteem en mijn leven, mijn nieren. Ik had heel veel pijn en krampen in mijn spieren. En er was eigenlijk geen genezing voor mogelijk. Tenminste niet met medicijnen. Dus ik moest zelf helend aan de gang gaan. Daar ben ik de hele tijd mee bezig geweest. Maar ik bleef ontzettende pijn houden en vermoeidheid. Toen ben ik uiteindelijk met Mabel samen aan de slag gegaan met intermittent fasting. En sindsdien gaat het een stuk beter. Dus ik ben nu een paar jaar bezig om het uit te vinden hoe ik kan genezen. En eigenlijk de laatste maanden dat ik denk van, hey, dit gaat goed. Meer energie, veel minder pijn, sterker lichaam, ik doe veel meer. Voel me positiever, minder gemoedsswings, noem je dat. Veel meer in mijn kracht. Dat vind ik dus geniaal, hè? Want ik weet dat jij ook stiekem ook heel strak in je lichaam weer zitten en een laag vetpercentage. Zeker weten. Wat ik zo mooi vind van het intermittent fasting is dat het dus ontstekingen uit je lichaam haalt. Het is een term, een beetje ingewikkelde term, die heet autofagie. En dat is herstellen tot op celniveau. Dus het is echt helemaal je hele celstructuur opnieuw vormgeven. Ondertussen kun je gewoon ook best lekker blijven eten. Want ik weet dat jij een guilty pleasure hebt. En dat is chocoladebrownies. Chocoladebrownies, maar wel vegan. Dat dan weer wel. Goed, of glutenvrij. Ja, dat klinkt dan allemaal helemaal gezond. Maar het is natuurlijk een caloriebom. Ja. Maar hoe mooi is dat? Dus als je gewoon een paar uur op een dag niet eet, dat je dus je hele lichaam en je leven dus kan helen. Want ik heb je eigenlijk nooit zo fit gezien als de laatste, als de laatste tijd. Weet je, altijd wel vermoeidheidsklachten. Ja. En nu is het dus zaak om naast die voeding en naast dat vasten, om ook een leefpatroon te gaan ontwikkelen, dat je niet weer over je grens gaat. Hè? Want dat is natuurlijk ook weer heel erg vrouwen eigen. Je gaat nu eerdaags naar, waar ga je naartoe? Je gaat mensen begeleiden? Ja, ik ga 3 maanden naar Frankrijk, naar de Auvergne. En ga ik naar herstellerij De Eenvoud. En daar kunnen mensen die van herstel van verslaving of burn-out naar vakantie willen vieren en ook begeleid willen worden. En dat ga ik daar doen. En gaan we allemaal mooie dingen doen. En meditatie en yoga, begeleiding, voeding, ik denk ook intermittent fasting, ik ga er gewoon mee door. PR. Ja. En waar ik mezelf beter van ga voelen, dat ga ik daar doen. Dus mensen begeleiden in een prachtige omgeving. Ja. Ja. Voor mij, afvallen is natuurlijk fantastisch en een laag vetpercentage is fantastisch en meer energie, maar als mensen dus kunnen genezen van eigenlijk zoiets waarvan de medische wereld tegen jou heeft gezegd, nou ga maar naar huis en zoek het uit, want het is dus een besmetting van een roze woelmuis of zo? Ja, het is de roze woelmuis en je krijgt het dus van de besmette roze woelmuis van de uitwerpsel en hier adem je in. Ja, dus ongelooflijk. En dat ze daar dus helemaal niks tegen weten en dat met zoiets simpels, wat al eeuwen oud is. Ja, wat Jezus in de Bijbel al deed, weet je, 40 dagen de woestijn in. Ja, ik vind het fantastisch. Als jij nou ook thuis zit en je zegt van, de reguliere geneeskunde heeft me opgegeven, bij wijze van spreken. Weet je, wanhoop dan niet. Lees bijvoorbeeld mijn e-book. Kijk gewoon of het jou aanspreekt. En wat ik ook nog eigenlijk wil zeggen van, je hoeft helemaal niet in schaarste te leven en heel weinig te eten. Want ik zeg juist tegen jou bijvoorbeeld, meer eten. Ja, want vrouwen denken dat als ze bijvoorbeeld 1000 calorieën eten, dat ze dan heel erg gaan afvallen. Dat is niet zo, want je lichaam gaat juist op slot.
Ja, ik eet heel veel. Ja, ik moet echt heel erg mijn best voor doen. Voor jou doen dan, hè? Ja. Ja, 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 ja. Want zij, als zij één chocoladebrownie eet, dan denkt ze, oh, mijn leven dat is een voorbij. Beetje ben, ja, een beetje. Nou, zo gaat het. Maar ik eet wel heel lekker. Ik eet gezond en heel erg lekker. Ja. Ja, die brownies, die houden we er wel in. Ja, nou, dat mag ook best van me. Toch? Oh, hartstikke gelukkig. Goed. Ik ben heel erg blij en ook vereerd dat je mij hebt uitgekozen dat ik je mocht begeleiden. Ja. En ondanks dat je lichaam er prachtig uitziet, ben ik heel erg blij. Ondanks dat het een roze muis is, dat we hem toch verslagen hebben. Ja, hij gaat er helemaal aan. Ja. Hij is er al aan. Nou, ja. En ik hoop dat je heel veel andere mensen gaat verlichten en helpen. Ja, zeker weten. Oké, dank jullie wel. Dag. Dikke zoen. Dag.